Dames en heren, jongens en meisjes, welkom. Ik ben live vanuit Istanbul, dames en heren. Ik heb nog nooit een interview in het buitenland gedaan. Dus dit is de eerste keer. Ik ben met Ryan Babel, man. Yo, what's up? Goed, man. Goed, hoe is het met jou? Ja, rustig. Seizoen is weer begonnen. Dus we zijn er, man. Istanbul. Ja, man. Ziet er goed uit, man. Ja. Muziek weer, man. Muziek. Ja. Ja, altijd onderdeel geweest van mijn leven. Mm-hmm. Maar nu... nu een keer voor het echi. Dus ik vond van ja, het is toch een keer tijd. Mensen weten dat ik betrokken ben in muziek. Maar het is niet altijd natuurlijk heel duidelijk. Natuurlijk heb ik in het verleden wat gerapt en zo. Maar ik had zoiets van nu een keer wat serieus, man. Ja, toch? Voelt het alsof je een nieuwe fase in je leven gaat? Nu je echt zeg maar serieus muziek een onderdeel van je... Ja, van je brand nu eigenlijk laat zijn, zeg maar. Ja, ik denk het wel. Ik denk, het was voor mij ook een hele proces om een heel album te maken natuurlijk. Je wilt zo authentiek mogelijk blijven. Weet je, daar ben ik altijd voor gestaan. Dat is ook, weet je, het type muziek waar ik naar luister. Dus ja, het is vooral... Ja, op een gegeven moment was het a lot of soul searching. Omdat het album wat ik heb gemaakt is een concept, autobiografisch. Waar voetballers normaal gesproken een boek uitbrengen over hun carrière, had ik zoiets van, ik wil het in een formaat doen met muziek. Dus ik moest even weer terug gaan naar back in the days. Mm. Dat was een tof proces. En dit is hip-hop waar je van houdt, zeg maar. Dat is wat je zegt. Dus echt storytelling dingen. Absoluut. Wat voor artiesten bijvoorbeeld? Ik bedoel, Jay-Z is wel mijn all-time favorite. Maar ik bedoel, het start net zo vroeg als N.W.A. vroeger. Zo, way back. Ja, dat is way back. Weet je, Ice Cube natuurlijk. Ja. De Dr. Dre area. Later heb je natuurlijk... gasten zoals Lupe Fiasco, weet je, J. Cole deze tijd, Kanye natuurlijk. Dat soort rappers, de old Kanye vooral. De old Kanye, ja. Dus dat waren vooral de artiesten die mij het meest aantrokken. Ja. Dus Hip-hop door de jaren is wel veranderd. Waar het eerst voornamelijk storytelling was, is het nu zeg maar allerlei kanten op gegaan. Hoe kijk je naar die ontwikkeling? Ik bedoel... Het is wat het is, natuurlijk. Ik denk dat sound uiteindelijk altijd, weet je, heeft geadapt uiteindelijk. En hip-hop ook, weet je. Je ziet op een gegeven moment dat veel meer mensen buiten de culture van hip-hop zijn gaan houden. Waardoor je op een gegeven moment, denk ik ook vanuit de businesskant, op een gegeven moment rekening, denk ik, onbewust moet gaan houden met dat soort mensen. Dus, ja. Dat hoor je terug natuurlijk in de sound. Ja. Correct me if I'm wrong. Jij bent de eerste voetballer geweest die rapmuziek uitbracht. Tenminste, Is gaan rappen. Dus AAO met Ali. Zelfs daarvoor nog. Ik heb mijn eerste ervaring in de studio's was met Ali B inderdaad. Dat was, die song is nooit uitgebracht. Was meer een demo. Ik heb daarna met Lange Frans en Bas B wat gedaan. Die is wel op hun album gekomen. Dat nummer heet 1-2'tje. zit Umberto Tan ook op. Tussenin, weet je, heeft hij een paar skits. Oh shit, ja. Die ken ik. Ik ga terugluisteren. Ja, die moet je echt... Als ik er nu naar luister, weet je, dan vind ik het best wel corny. Maar toen, het was wel echt tof om te doen natuurlijk. Weet je, en hun hadden mijn verse voor me geschreven, omdat ik... Weet je, helemaal niet die ervaring had om goede raps te schrijven. Je bent eerlijk, je zegt het in ieder geval. Ja, nee, sowieso. Kijk, ik ga me niet voordoen alsof ik... weet je, dus... rappen kon ik op zich wel, weet je. Op de maat, op de beat, weet je. Een flow oefenen. Dus dat heb ik over de jaren natuurlijk een beetje opgepakt. En zodoende ben ik een beetje erin gaan rollen. En, ik ben twee keer natuurlijk bij 1-1 Bars geweest. Dat is ook een toffe ervaring. Ik sta op de album van Unique. Weet je, een stukje daar, 16. Dus zo heb ik hier en daar wat dingetjes gedaan. AAO natuurlijk was toen in die tijd, denk ik, een grote zomerhit.
Dus ja, dat waren allemaal leuke ervaringen. Ja, man. En op een gegeven moment, hier en daar zag ik wat releases hier en daar. Ook met Fern en Anita heb je wat dingen gedaan. Ja. Maar het was op een gegeven moment, focus ging weer op voetballen. Ja, met name eigenlijk, ik trok me een beetje terug. Dit was een tijd natuurlijk waar ik heel veel kritieken kreeg. Voetbal was een beetje schommelig. Nou, dan heb je natuurlijk altijd mensen die heel veel wat te zeggen hebben en een mening hebben. Welke periode was het? Ging je toen net naar Liverpool? Ik zat toen net in Liverpool, ja. Dus het was eigenlijk net. Het was mijn tweede jaar Liverpool, 2009. En toen heb ik besloten om me wat meer op de achtergrond bezig te houden. Ja. Nou, toen heb ik voor het eerst mijn eigen label opgezet. Dat was toen in de UK. Dat was toen Space Trek Entertainment, zo had ik het toen genoemd. Een beetje afgeleid van Star Trek, Pharrell Williamson label. Ik was toen heel erg in die space shit, weet je. Dat was ook echt die era, zeg maar, met Chad Hugo en zo. Ja, ja man, Neptune. Dus zodoende en eigenlijk toen langzaam de ervaring opgedaan, weet je, hoe die business nou precies werkte, weet je. Vooral in de UK, netwerk opgebouwd. En ja, mensen daar hebben een beetje de business geleerd. Vooral hoe je zaken kan doen op een goede manier. Ja. Ja. Jij nam Perimystiek. Mm. Nu bekend als Distortion. Nou, had je toen destijds onder je hoede genomen, toch? Ja, klopt. Hoe kom je er opeens op? Je ziet een producer in Nederland gaat hard, maar er werd niet heel veel, nou, iedereen kent wel, er werd niet heel veel geld verdiend in Nederland. En je dacht van, yo, kom gewoon naar UK. Het was eigenlijk voor mij op dat moment, het was een beetje dubbel. Omdat, wat ik dus net zei, ik begon net mijn label. Ik had die ervaring voor hem, had ik een UK artist, een meisje uit Liverpool ontdekt. Chelsea Grimes. Ze is nu vooral met name bekend als schrijfster. Dus ik had een kleine ervaring met haar in de studio samenwerken. En op een gegeven moment, Perry is een broer, weet je, Gillian, waarmee ik, goede relatie heb. Ja. Ze zei op een gegeven moment van, hey, je weet toch, je moet met mijn broer praten, weet je. Hij wil zijn rap oppakken. En Perry zat toen als producer bij Zware Jongens. Ja. En hij wilde, Zware Jongens absoluut, ook. Absoluut, absoluut. En hij wilde zijn carrière oppakken weer als artiest, weet je. En aangezien hij dat natuurlijk ook. Oh, hij rapte Engels, hè? Hij rapte Engels, man. Dus dat was dat hele ding. En in Nederland heeft volgens mij nooit echt gefokt met Nederlanders die Engels probeerden te rappen, helaas. Dus ja, op dat moment dachten we van, ja, UK is the place, weet je. Ja. Je zit in UK, je hebt een studio daar, alles klopte. Dus zodoende is het er eigenlijk een beetje van gekomen. En we zaten het beide zitten. En zodoende is hij op een gegeven moment de vliegtuig opgestapt, one way ticket. Ja, hij is toen ook bij Convo geweest. En hij vertelde ook van, daar ging hij weer beetje ontwikkelen als artiest. En toen bleek van, weet je, die artiestkant is niks voor hem. Toen heeft hij zich weer op het produceren een beetje toegelegd. Okay. En dat ging uiteindelijk weer helemaal goed, want hij heeft nog hits gescoord daarna. Ja, ik moet zeggen, weet je, het is niet per se. Hij heeft altijd wel, denk ik, graag de artiest willen zijn. Ik denk dat hij dat nog steeds wel tof zou vinden. Alleen wat we toen helaas ondervonden was, dat we, de UK was heel erg moeilijk als je niet van de UK was. Ja. En ook nog eens een beetje rapte op zijn Amerikaans. Want dat is wel zijn stijl, weet je. Hij had echt wel een hele toffe accent voor iemand die Nederlandstalig is. Dus in de UK was het meer van, ja, we cannot resonate with you, weet je. Ja, dus zodoende was het eigenlijk heel moeilijk om hem te breken als artiest. Waardoor we op een gegeven moment hem hebben moeten rebranden en een bewuste keuze hebben moeten maken van, weet je wat, misschien concentreer eerst op het maken van platen met artiesten in de UK die opkomend zijn. En zodoende heeft hij uiteindelijk inderdaad, Distortion is daar uiteindelijk door gaan ontstaan. Oké, cool. Hield je altijd de Nederlandse scene in de gaten met een schuin oog? Was je meer into buitenlandse? Ik was, doordat ik op een gegeven moment in 2007 naar het buitenland verhuisde, vanwege voetbal, raakte ik eigenlijk een beetje
na een paar jaar een beetje de touch kwijt eigenlijk. Ik heb het nog wel natuurlijk even gevolgd. Dat was die tijd toen Atje die mixtapes uitbracht. Weet je, ik ben Sicker Dan. Ja. Al die toffe tapes. Nou, ik had ook toen eigenlijk grappig... ik had aan Hefvermogen gewerkt. Ik heb een productie op zijn album. Oh, serieus? Ja, welke tune? Voor een nigger. Ah, ja? Ja, ja die is in mijn studio gemaakt. De productie daarvan. En die hebben we toen opgestuurd naar Hef. Hard. Heeft hij gerecord. Maar je had iets aan de beat ook gedaan? Of je was gewoon... De beat. Ja? De beat. Crazy, man. Ja, dus, dat is een van mijn favoriete tunes van het album. Toch? Ja, toch? Dus, dat was trouwens ook een... dat was een Lacoste sample ook. Omdat mijn single is natuurlijk... met die sample, ja klopt man. Dus, ja, man. Kijk man, wist ik niet. Wat voor ontwikkeling zag je op een gegeven moment in de muziek... waardoor je ambitie weer ging branden om iets in weer muziek te doen? Het was vooral denk ik de timing in waar ik me nu in verkeer... ik ben 34, dus iedereen weet dat je een beetje tegen het einde van je carrière aan zit. In principe voel ik me nog prima om een paar jaar door te voetballen. Maar ik heb niet per se het gevoel dat ik me nu een hoop laat vertellen in hoe ik mijn carrière moet invullen. Ik heb die tijd al gehad. Ik was natuurlijk jong en daar luister je ook natuurlijk naar anderen. Maar in principe ben ik gewoon baas over hoe ik... mezelf zie en wat, waarvoor ik wil staan. En vandaar op een gegeven moment de beslissing van... ik denk dat het, weet je, tijd is om nu toch wat met muziek te kunnen doen. En zodoende is de beslissing eigenlijk gekomen. Ja, toch? Ja. Je zegt net, je liet je dingen vertellen. Ook je zegt van, je bent ook wat minder met muziek gaan doen... omdat mensen er wat van zeiden. Waar kreeg je de meeste kritiek? Vanuit welke kant kwam dat? Nou ja, kijk, mensen van buitenaf, hè, vooral met name mensen die vooral je volgen door het voetbal, die vinden eigenlijk als het aan hun liggen, mag je helemaal niks doen, alleen maar voetballen. Ja. Maakt niet uit wat de tijdstip is, je moet alleen maar voetballen. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel hypocriet. Ja, absoluut. Omdat mensen vergeten vaak... Omdat voetballers vroeger ook muziek maakten. Rutger Rutte heeft een reggae-plaat. Ik wil niet veel zeggen, maar... Dat moet je wel zo weten. Maradona heeft ook tunes gemaakt. Ja, nee, maar los van dat ook... Ik bedoel, we zijn ook mensen. Weet je? Ja. We hebben ook hobby's. We hebben ook gewoon een leven naast het voetballen. En soms hebben we ook die afleiding nodig... om vervolgens weer extra gas te kunnen geven. Dus... Weet je, de ene zit achter een PlayStation, de andere gaat uit. De andere houdt van shoppen. En je hebt voetballers die van muziek houden maken. Mm. Dus zo zie ik het. En alleen inderdaad, wat ik dus net zei, in die tijd hadden heel veel mensen mening. Vonden dat het bezighouden van muziek blijkbaar invloed had op mijn performance. Dus zodoende heb ik toen gekozen om een stap terug te doen. Ja. Merk je nu dat wel wat meer geaccepteerd is? Je ziet jongens als Promes, Depay, die nu ook gewoon tunes releasen. Ja, absoluut. Ja, nee, dat was dus natuurlijk voor mij ook een van de redenen die ik heb overwogen. Dat ik dacht van, het kan gewoon. Zeker nu in deze tijd. In mijn tijd toen was het gewoon... haast not done, weet je. Het was echt een soort van... ze keken me gaan van, waar ben je nou mee bezig? Kreeg het ook echt vanuit de club te horen van, hey... Niet zozeer vanuit de club van, ik mocht het niet doen... maar er werden wel opmerkingen gemaakt van, wat wil je, weet je. Dus ja, dat zat dan toch niet lekker, weet je. En je wilde wel natuurlijk serieus genomen worden. Je wilde vooral niet dat een van de redenen was... waardoor hun anders naar je ging kijken of dat de reden zou kunnen zijn waardoor je bijvoorbeeld niet opgesteld zou kunnen worden. Dus ik heb dat toen bewust even laten liggen om gewoon te focussen op voetbal. Waarom denk je dat het bijvoorbeeld in NBA is het heel normaal? Als een LeBron James of een whatever iets ernaast doet. Maar in voetbal is het veel minder geaccepteerd. Waar komt dat door, denk je? Is heel moeilijk te zeggen. Ik heb ook het gevoel dat hun daar veel vrijer zijn om hun mening te geven. Bijvoorbeeld tijdens interviews. Weet je, als ze een mening hebben over iets. En hier moet je echt politiek correct zijn. Mm-hmm. Weet je, als je ook maar heel even over de schreef gaat... word je beboet of krijg je een boete van de club of word je geschorst. Dus
ja, dat vind ik persoonlijk vaak jammer. Want ik bedoel, ja, weet je, soms als je een interview wil doen en weet je, iets was kut of iets was niet tof, wil je dat eigenlijk gewoon kunnen zeggen, weet je. Maar je moet natuurlijk rekening houden met anderen, met trainers, met de media, met fans. En ja, dan moet je maar horen, moet je maar altijd antwoord geven van, ja, wat hun willen horen. En dat is soms moeilijk. Met de wijsheid dat je nu weet dat het meer geaccepteerd wordt, had je het dan toen, zeg maar, had je toen wat meer met muziek bezig willen zijn? Of heb je nu zoiets van, hoe het nu eigenlijk is gelopen op mijn latere leeftijd, is gewoon perfect voor mij? Ja, ik denk uiteindelijk ook, in mijn persoonlijkheid was het voor mij gewoon op dat moment gewoon goed, weet je. Dus ik heb er niet per se spijt van dat ik met muziek gestopt ben voor mezelf. Ik denk nu is het gewoon een veel betere tijd om zoiets tof neer te zetten. En ik heb ook nu veel meer te vertellen dan begin van mijn carrière natuurlijk. Ja, dus daardoor denk ik ook dat mijn album veel toffer is vandaag dan wat het zou kunnen zijn aan het begin van mijn carrière. Ja, toch? Je hebt ook naast muziek met allerlei andere dingen bezig gehouden. Ik zie ook wel dingen als RB, de brand, wat je daarnaast doet. Ja. In je tunes laat je weten, ik ben ook bezig met vastgoed. Ja. Wat heb je getriggerd? Wat daarbuiten bezig houden? Want je bent een voetballer, maar op een gegeven moment, je bent al in je achterhoofd een beetje bezig van, er komt ook een carrière na het zijn van voetballer. Ja. Ik was eigenlijk al vanaf mijn 22e bezig met van wat wordt het leven na het voetballen. Mm. En ik ben toen eigenlijk heel erg veel bezig geweest met het zoeken van andere interesses. En muziek was altijd een van die interesses geweest. Alleen ik ben er ook achter gekomen dat muziek geeft geen guarantees natuurlijk, weet je. Je kan er soms heel veel geld in pompen zonder dat je er wat voor terugkrijgt. En dat heb ik ook ondervonden natuurlijk. Dus muziek was niet iets waarop ik per se al mijn eieren op wilde zetten. Dus ik moest op een gegeven moment een beetje gaan kijken. En ik was op een gegeven moment 26, 27. En toen was het voor mij gewoon heel simpel. Van, hey, wat kan na mijn carrière mijn voetbalinkomen vervangen? Weet je, als je gewend ben 200.000, 300.000 euro per maand te verdienen. Wat voor businessen of jobs out there zijn er die inkomen hebben? Nou, eigenlijk bijna niet. Dus op een gegeven moment moet je verder gaan zoeken. En toen voor mij, en ik denk over het algemeen, als je ook weet met de theorie en informatie over hoe je eventueel kan vastgoed investeren, kan je dat jezelf realiseren. Dus vastgoed was op een gegeven moment voor mij het antwoord om op zijn minst een cashflow te gaan genereren waarop je terug kan vallen straks als je stopt met voetbal. Ja, toch? En ik zie ook, je leest dingen. Wat voor interesses heb je? Wat lees je graag, bijvoorbeeld? Ik ben nu heel erg gefascineerd over het onderwerp geld gewoon. Als je kijkt, geld, de economie, de wereld is aan het veranderen. Ik kan me nog herinneren, vroeger toen ik klein was, toen zei mijn vader altijd van, later als je veel geld verdient, nooit je eigen geld uitgeven. Laat het op de bank en dan kan je rentenieren. Ik begreep nooit wat hij bedoelde. Maar wat bleek, dat je dus vroeger inderdaad geld op de bank kon laten en dan kreeg je gewoon 12% rente van de bank. En dan kon je van dat geld, van het rente, kon je gewoon je huur betalen. Ja. En whatever. Nu moet je geld betalen. Ja. Weet je, dus ik heb die tijd nooit meegemaakt. Dus die tijd is niet meer, die tijd is gone. Dus dat zeg ik, de wereld verandert, de economie verandert. Dus je moet jezelf op een gegeven moment begrijpen wat er verandert. Zodat je de juiste beslissingen kan maken voor jezelf en voor je familie en voor de toekomst natuurlijk. Ik denk dat iedereen graag zou willen leven zonder stress van hoe ga ik, weet je, mijn rekeningen betalen aan het einde van de maand. En dat is uiteindelijk financial freedom. Ja, hoe bereik je dat? Ja, daarvoor heb je een bepaalde kennis nodig. En daar ben ik op dit moment op. Vooral de kennis opdoen. De vele verschillende mogelijkheden om te kijken. Ja, weet je, hoe kan je de juiste beslissingen nemen? Dus dat is nu eigenlijk mijn wave eigenlijk. Geloof je in digital currencies? Absoluut. Ja? Je hebt ook zelf een crypto wallet? Een paar wallets, ja. Oké, een paar wallets zelfs. Yeah. Ja, maar nee, precies wat je zegt. Het is
inflatie, ook met corona, weet je. Er zijn nu hier en daar worden met leningen gesmashed en al die dingen. Dus dat heeft invloed op hoe we naar geld kijken. Absoluut. Dat is wel interessant wat je zegt. Absoluut. Wat voor, heb je nog ambities om daar in vastgoed nog in groter te worden? Of misschien wel in de financiële wereld? Ja, absoluut, absoluut. Ik blijf sowieso voor mezelf investeren. Ik ben ook los van dat, ben ik een andere business begonnen. En een Instagram page, het heet RB The Business. Mm-hmm. Daarover deel ik mindset, financial literacy en de verschillende manieren hoe je kan vastgoed beleggen. Dat wordt een platform uiteindelijk waar ik achter de schermen... Het idee is ontstaan dat ik graag eigenlijk mijn voetbalcollega's die kennis wilde meegeven. En ik begrijp over het algemeen, voetballers hebben een bepaalde mentaliteit dat ze niet heel snel een boek willen lezen of willen studeren tijdens hun carrière. Ja. En omdat, dit gaat, op dit moment gaat het ons gewoon te makkelijk af, weet je. Te makkelijk af, dat moet ik terugnemen. Heeft dat invloed op je onderbewustzijn? Dat je in een soort ritme zit van, ik heb een talent, voetballer, en ik heb altijd inkomen. Ja. En dat je dan een soort van gemakzuchtig wordt of zo? Indirect wel, onbewust wel. Ik wilde net even terugnemen dat ik wil niet zeggen dat het ons te gemakkelijk afgaat. We werken heel hard. Ja, dat alleen, wat ik bedoel is, op een gegeven moment zit je in die machine. Ja. Je bent alleen met voetbal bezig en soms vergeet je gewoon welke dag het is. Het is voor ons elke dag hetzelfde. We trainen op zondag, op zaterdag. Dus voor ons bestaat weekend niet. Je zit gewoon in een bepaald ritme. Ja, dus... Maar op een gegeven moment, als je even stilstaat, ben je in één keer 5 jaar verder. Je bent in één keer 26. Ja. Je bent straks in één keer 31. En dan hebben vaak voetballers niet de tijd gehad om echt na te denken van... What if I have to quit today? What then? Weet je, dus... daar is eigenlijk de inspiratie vandaan gekomen om op een gegeven moment een platform te gaan creëren dat cool is, weet je, cool, sexy, dat voetballers toch het gevoel hebben van, hey, weet je, ik wil wel de tijd en interesse tonen om te kijken van hoe ik op een toffe manier die kennis kan opdoen, zodat ik voor mezelf de juiste beslissingen kan maken. En sommige voetballers is het voor hun is het helaas te laat, weet je, er zijn genoeg verhalen. Een percentage voetballers die bankrupt gaan na hun carrière binnen 5 jaar is boven de 60%. Dus dat percentage moeten we gewoon naar beneden krijgen. Die narrative moeten we gewoon gaan veranderen. Dus dat is een van de dingen waarmee ik ben begonnen. Welke voetballers hebben dat bijvoorbeeld wel goed laten lukken, vind jij, binnen en buitenland? Ik denk dat Demi de Sil het beste voorbeeld is. Allerbeste voorbeeld, weet je. Die gewoon... toffe brands is aan het creëren. Ik denk dat hij de ultieme voorbeeld is voor een voetballer om iets tofs te doen na je carrière. Maar ook hij kan je vertellen dat hij tijdens zijn carrière al bezig is geweest, weet je, met zelfontwikkeling om te kijken hoe de economie werkt. Klopt, man. Ik ben nog... Schiet me nu net te binnen dat jij dat er best wel op in de media heftig werd gereageerd op dat je een boek over de belasting of zo aan het lezen was. Wat was precies de backstory daarvan? Ja, nou ja, als allereerst, dat boek sloeg uiteindelijk aan op de Amerikaanse law. Dus natuurlijk zijn er bepaalde dingen dat vergelijkbaar is in Nederland. Maar met alle respect, ik heb 1,5 miljoen volgers op Instagram, waarvan 4% Nederlandse volgers zijn. Dus ik ben niet zo veel bezig met Nederland, wat dat betreft. Mijn volgers zitten meer in het buitenland. Het was eigenlijk ook... het was een post dat gericht was vooral naar mensen buiten Nederland. Met name Amerika. Maar het was een boek. Heet Tax-Free Wealth. Dat je basically de trucjes en de legale manieren gaf hoe je minder belasting kon betalen. Of in ieder geval de controle kon houden over wanneer jij belasting wilde betalen. En dat had helemaal niks met belastingontduiken te maken of iets. Werd ervan gemaakt. Weet je? Of illegaal bezig zijn. Ja. Nee, het... grappig genoeg, mensen weten niet dat in ieder geval dan de taxcode in Amerika. Je hebt een hele taxboek van weet ik veel 1000 pages.
En 95% van die taxcode staat in de manieren hoe je minder belasting kan betalen. Ja. Het is voor een ondernemer geschreven. Ja. Weet je? En basically in a nutshell is de government wil dat jij wat voor de economie doet. Dus basically jij neemt risico's hoe jij de economie kan helpen en waardoor je indirect dus mensen kan helpen. En daardoor geeft de government jou een korting of een tax break van oké, je mag het later eventueel betalen. En that's all what it is. Okay. En alle bedrijven doen dat. Het is algemeen bekend. Mm-hmm. Maar als individu kan je jezelf ook opzetten om die richtlijnen te volgen. Ja. Zodat jij jezelf op een gegeven moment 50% belasting wat je betaalt of whatever op een andere manier kan invullen. En dat is gewoon legaal. Dat kan gewoon. Dus, ben je daar best wel liberaal in? Zo van... je hebt mensen die zeggen... Hoe meer je verdient, hoe zwaarder je belast je moet worden. Ja, nou kijk, dat is dus ook een gebrek aan kennis. Want inkomenbelasting is de hoogste belasting die inderdaad getaxeerd kan worden. Ja. Maar wat ze niet begrijpen en beseffen is dat die hele rijke mensen, die hebben geen inkomen. Begrijp je? Die hebben passief inkomen. En passief inkomen is de laagst getaxeerde inkomen. Die de belasting niet taxeert. Weet je, dus mensen roepen wel van, ja, weet je, die rijken moeten meer betalen, maar als je rijken meer gaat belasten, dan gaan hun geen risico's meer nemen. Dus hun gaan geen jobs en housing meer provideren voor mensen die het nodig hebben. Ja, ik heb meer op de lange termijn van wat er gebeurt dan direct dat er een zak geld overal wordt opgehaald. Ja, weet je, Donald Trump, toch, hij betaalt geen belasting. Maar mensen weten niet dat Donald Trump heel veel dingen en jobs heeft gecreëerd, waardoor de belasting heeft gezegd, jij hoeft geen belasting te betalen. Dus dat is al wat hij deed. Dus overal gezien, hoe kijk je naar het concept belasting? Nee, kijk, belasting moet gewoon betaald worden. Je moet je gewoon aan de regels houden. Ja. Maar nogmaals, ik denk over het algemeen... Die trucjes en de mogelijkheden zijn vooral bedoeld voor ondernemende mensen. En ik begrijp ook dat niet iedereen ondernemend is. Ja. Maar nogmaals, ik heb die regels niet bedacht. Dan volgens het wetboek gewoon slimmigheidjes. Precies. Ja. Weet je, en ik ben helaas voor veel mensen ondernemend. Dus daardoor heb ik me uiteindelijk op laten inlezen. En ik zou... dom zijn als ik die trucjes niet zou willen gebruiken voor mezelf. Dus. De kennis is ouder, man. Ja. De kennis is ouder, dat is aan iedereen voor zich. Hoe is het leven verder in Istanbul, man? Hoe ervaar je het eigenlijk? Want het is een hele grote stad. Het is de eerste keer dat ik hier ben geweest. Ja. Maar als voetballer is het... Ik ben nu bijna al 7 jaar in Istanbul. Stop. Je hebt nog voor Beşiktaş gespeeld natuurlijk. Beşiktaş en ook voor Kasımpaşa. Oh ja, Kasımpaşa. Ja. Dus... top. Wereldstad. Nog steeds enorm in ontwikkeling. Het is top. Ik heb alleen maar goede dingen te zeggen over het leven hier. Over de mensen. En ik zou hier zeker wel kunnen wonen als het zou moeten. Dus ik heb hele prettige ervaringen. Ja, toch? Denk je dat je nog lang blijft? Kans is mogelijk. Ja, toch? Ik bedoel, als ik die keuze heb, absoluut. Maar ik laat het rustig om afkomen. Ja, toch? Ja. Helder, man. Ja. Je bent tot voor de zomer ben je speler van het Nederlands elftal geweest. Mm. En op een gegeven moment richting het EK kwam de voorlopige selectie en je werd daar uitgelaten. Ja. Hoe ervaarde jij dat? Ja, dat was een grote teleurstelling. Ik ben er natuurlijk op een gegeven moment weer bijgekomen. En toen altijd bijgebleven. We hebben op een gegeven moment een goede groep weten te creëren. Een goede chemie onderling. Ook best een hechte groep. Ja. En natuurlijk gaandeweg, weet je, is er wel eens een speler afgevallen... En, ze spelen bijgekomen, maar op zich stond het best goed.
En ik begrijp het ook op een gegeven moment. Er is een trainerswissel en die wil het misschien toch net even wat anders doen. En ja, daar heb je mee te maken soms als speler. Ik moest wel zeggen, dat kwam voor mij persoonlijk onverwachts. Omdat ik daar kort daarvoor natuurlijk nog gewoon een heel goed gesprek heb gehad met de coach. Nou ja, ik bedoel, ik wist dat ik niet basisspeler zou zijn op het EK. Maar ja, dat nam niet weg dat ik op zich nog gewoon een hele belangrijke rol kon invullen voor de groep. En wat ook natuurlijk vaak beaamd werd in de pers. Maar goed, nogmaals, dat is voetbal. Daar heb je mee te maken. Merkte juist vanuit de pers dat er een soort van campaign gaande was van, yo, waarom moet Ryan Babel mee? Dat gevoel had ik ook. Kijk, dat nogmaals, dat is voetbal. Soms, ja, dan worden de spelers gehyped, weet je. En dan gaat de publieke opinie, weet je. Maar ik merk dat het heel persoonlijk werd of zo. Voel had ik dan tenminste. Ja. Ja, het is wat het is. Ja. Ik bedoel, het had helaas niet zo mogen zijn. Denk je dat op een manier de coach beïnvloed heeft, somehow? Ik wil dat niet voor hem bepalen, maar heel veel mensen hebben dat gevoel wel. Mm. Weet je, het is nogmaals, het was een teleurstelling. Maar ook, dat is voetbal. Weet je, zoals ik net zei. We gaan gewoon verder. Ja, toch? Ik nam het gewoon zoals het was. Had hij ook persoonlijk ook gebeld met uitleg? Hij had me gebeld. Alleen de timing van zijn belletje was een beetje raar. Hij belde me 2 uren voor een wedstrijd. Ik zat in de bus naar de wedstrijd toe. We zaten nog in de race van de kampioenschap op dat moment. Ja. Het was voor mij een beetje van, waarom 2 uur voor de wedstrijd? Ja. Weet je, ik ben me volledig aan het concentreren op de wedstrijd. En dan krijg ik 2 uur voor de wedstrijd een belletje. Ik had eigenlijk op dat moment, kon ik weinig zeggen. Ik kon ook niet heel vrij praten. Ja. Maar hij had op dat moment liet hij weten dat zijn keuze gevallen was op andere spelers. Ja. Dus achteraf ook allemaal spelers op jouw positie die ook niet mee zijn gegaan. Qua flankspelers bijvoorbeeld. En El Ghazi en Bergwijn. Mm. Ja. Ik bedoel ook als je kijkt op een gegeven moment het systeem. Dat heeft uiteindelijk ook met die jongens die wel mee zijn gegaan. Je had gewoon uiteindelijk 4 buitenspelers op de bank. Ja. Weet je, Berghuis, Promes, Malen in het begin en Gakpo. Mm-hmm. Weet je, dus... ik bedoel, nogmaals, weet je, dat zijn keuzes van een trainer op dat moment. En wij als spelers moeten dat accepteren. Zijn nog open voor het Nederlands elftal? Tuurlijk. Ik weet dat het misschien moeilijker sowieso kan worden. En veel moeilijker is dan mijn positie een paar jaar geleden. Maar nogmaals, in voetbal dingen kunnen raar lopen. Dus, als je gewoon, denk ik, je best blijft doen en ook goed kan presteren, dan ga ik vanuit dat er altijd eerlijk geselecteerd zal blijven worden. Ja, toch? Heeft het je extra motivatie gegeven om met muziek nu te gaan knallen? absoluut. Ja, ja, ik moet bekennen dat ik... I say some shit. op mijn album. Dus ik denk dat dat ook... Aan de andere kant, het mooie is weer van muziek. Mensen zeggen het is een bepaalde uitlaatklep. Mensen zeggen het is therapie. Ik bedoel, ik zag het als een toffe manier om misschien mijn gevoel te uiten. Ik heb daar natuurlijk 2 singles uit. Ik wil nog een 3e single uitbrengen voordat ik mijn album ga uitbrengen. En ik denk, ja, die 3e single is alweer wat rauwer. Is niet per se commercieel gericht. Het is gewoon echt puur. What I feel. Okay. Ja. Je I'm gonna say some shit. Dan moeten mensen thuis niet zweten of... Er zijn wel wat mensen die moeten zweten. Kijk dan. Ja. Mensen, luister het album. Die ga je niet horen, maar luister het album dan maar. Underrated Music Group. Yes. Wat kunnen we verwachten, man?
Waarom die naam eigenlijk? Gevoelsmatig heb ik altijd het gevoel dat ik een beetje underrated ben geweest. Het is heel dubbel, weet je. Kijk, als je publieke opinie moet geloven, dan kan ik er helemaal niks van. Maar je wordt toch wel elke keer gekozen door clubs of teams of trainers. En je hebt de gekste revival in je carrière gehad, man, bro. Ja. Want op een gegeven moment speel je bij A1, geloof ik. Ja, alleen en dan wel, ja. Denk ik dat je ook gevoelsmatig zoiets had van, oké, cool. Ja. Ik ga nu gewoon voetballen. En dit, cashen. En kom je bij Deportivo. Deportivo, met geluk. Ja. En daar ging je ook weer knallen. En toen van het een kwam het ander. Ja. En op een gegeven moment was je weer selectiespeler. Dus. Ja. Ja, nee, het is... Tyson-achtig. Wat ik net zei, dat is het eigenlijk een beetje dubbel. Omdat, kijk, ik ben toch uiteindelijk door mijn harde werk en mijn performance altijd toch gekozen door trainers die een hele staat van dienst hebben, weet je. Dus als ik er echt niks van zou kunnen, zegt dat dan meer over mij of over die trainers die me dan toch elke keer selecteerden of een kans gaven of eventueel een contract aanboden bij, weet je, topteams. Dus ik denk dat daar uiteindelijk een beetje dat tot leven is gekomen van oké, ik vind mezelf wel goed, maar ik heb niet het gevoel dat ik de flowers heb gekregen. Echt de flowers heb gekregen. Dus een beetje. Underrated Music Group is daaruit een beetje aan geïnspireerd. Naar welke andere labels in de wereld kijk je en denk je van zo zou ik het ook wel willen laten lukken? Ik ben natuurlijk nog van de old eras. Ik denk Rockefeller is natuurlijk toffe. Cash Money Records is natuurlijk een hele toffe. No Limit Records, Master P. Dat waren de toffe voorbeelden. Alleen ja, zoals we het hebben gedaan, is het nu ook weer moeilijk, hè, met CD's en al die dingen. Maar dat vind ik nog steeds toffe verhalen, weet je. Nu hoe alles digitaal wordt en de muziekbusiness verandert, moet je jezelf proberen te gaan hervinden in die scene. Om te kijken wat het beste voor je werkt. Zeker nu met het internet, heel veel voordelen, maar ook heel veel nadelen. Je hebt heel veel muziek inderdaad dat online is. Dus het is moeilijk om daaruit te gaan kijken wat nou precies de toekomst kan worden en wat ruis is. Weet je? En er zijn ook tot nu toe, hoe ik erover nadenk, nog weinig mensen of atleten die een succesvolle stap hebben. Nou ja, je hebt nu Blow, Quincy die het uit met Rishi Kelly doet het goed, man. Ja. Velletjes, Zomer Anthem. Ja, man. Heel lang mee gevoetbald ook. Van mijn generatie. Quincy. Met Jong Oranje elftal. Jong Oranje ook. Nou, bij Ajax in de jeugd natuurlijk. Laat het lukken, man. Want het was op een gegeven moment van, hoe gaat hij het doen? Ja. Maar het is een movement aan het worden, man. Absoluut. Zeker. In je tune Reminder, ik luister gewoon en je zegt opeens van dat je opgelicht bent door een chick. Mm. Ik denk van, ja, dan moet ik gewoon vragen. What happened? What happened? Ik denk dat veel mensen gewoon die mensen aan het bouncen, opgelicht door een chick. Dat is ook in muziek. Dat was een van de ervaringen in principe. Weet je, en het is nogmaals misschien naïviteit. Niet genoeg research gedaan misschien. Niet genoeg vragen gesteld. En dat snij je in de vingers. Dat was een van mijn oude partners in het verleden. Waarmee ik gewerkt heb. Ik was dan de enige partner die dan de financiële injecties moest gaan geven. En uiteindelijk, zij was degene die vooral het geld ging managen en beslissingen maken over hoe het gespend moest worden. Naar mijn beleving uiteindelijk is het gewoon echt mismanaged. Wat ik uiteindelijk achteraf ook een beetje heb kunnen ondervinden, is er ook een hele hoop gewoon niet gegaan naar op dat moment wat ze had gezegd dat het... Is die persoon nog actief? Moeten mensen waarschuwen?
Ze is nog actief en ik denk dat de muziekindustrie wel weet over wie ik het heb. Okay. Ik bedoel, in principe als je de video hebt gezien, dan heb ik eigenlijk indirect al een nog hele grote hint gegeven met dat velletje papier dat in brand is. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk gewoon een shot, man. Ja, toch? Ja. Ja, storytellen, dan ga je ook... You gotta get a name drop op een gegeven moment. Je moet eerlijk zijn, Ja, en it's my facts, it's my truth. So. Welke sample had je in Young Champ aan het begin gebruikt? Wat? Young Champ, ja. Young Champ is dus Lacoste sample. Wederom Lacoste sample. Waarom Lacoste? Ik bedoel, ik heb vroeger ook in Surinaamse bands gespeeld. Voordat ik... Blow ook, toch? Blow ook, ja. Absoluut. Ja. Grappig. Dus dat is een part van mijn childhood, weet je. Wat speelde je? Kabula band. Ik speelde keyboard. Okay. Dat was eigenlijk waar ik op een gegeven moment echt betrokken in raakte. Zijn er beelden van of iets? Er waren beelden, maar ik kan ze niet meer vinden. Nee? Er waren tapes, maar weet je, dat waren toen die minidiscs en die cassettebandjes. Footsie, man. Ja, dat is jammer. Dus ik wilde altijd wel wat terugbrengen. Omdat het is gewoon nogmaals, it's part of my childhood. En muziek van Lacoste is heel mooi om naar te luisteren. En ook heel goed om weer te recyclen eigenlijk. Weet je, dus shout-out naar Lacoste, man. Sowieso good childhood memories. Ja, toch? Ja, man. Mag je nu van je vader muziek maken? Ja. Maar je zegt in een van je tunes van... Ja. Van je pa zei je van, we moeten een Jaxi-mang in een, ja, in een band. Ja, was dat echt een ding destijds? Ja, man. Luister. Vroeger had je die oefeningen in die kelders in de Belmer. Die garages. En dan, daar ging je als bandje ging je oefenen. Weet je, optredens en zo. En er was een fase dat ik op een gegeven moment gewoon training ging skippen bij Ajax. Gewoon in de jeugd. Weet je, dat ik me ziek melden. Zodat ik op een gegeven moment die oefeningen kon doen. Ja. En mijn vader was erachter gekomen. Dus op een gegeven moment is hij me gewoon komen halen. En toen kwam hij op een gegeven moment voor de groep staan. En toen zei hij van als jullie weten dat Ryan voetballer is. Oh shit, die tactiek. Ja, echt gewoon een Surinaamse vader, weet je. Dus hij zei ook van, als jullie echt Ryan zo mattie zijn, dan stuur je hem weg. Want hoeveel van jullie zou met Ryan willen ruilen? Dus iedereen van, ja, zo, weet je toch? Ja, ja. Dus, ik was 15 toen. Dus dat was op een gegeven moment wel van, ja, maar het was leuk om te doen. Het was leuk om te doen. Weet je, maar dat was even die wake-up call. Wat vind jij nu van, nu mag het? Nou ja, kijk, ik ben een volwassen man. Dus ja, wat dat betreft, maak ik mijn eigen keuze. En hij heeft natuurlijk nog steeds wel zijn meningen. Maar mijn vader is heel erg oldschool. Maar dat heb je ook gevormd in a way. Want ik hoor ook in tune dat meerdere malen dat je zegt dat je ouders je echt gezet hebben op, ga goed met je geld om. Absoluut, ja. Ja, ja, man, nee. Strenge ouders gaat altijd. Weet je, echt Surinaamse opvoeding vroeger. En dankzij hun denk ik sowieso is het de persoon die ik vandaag ben. Met goede normen en waarden en manieren. Wat tegenwoordig heel ver gezocht is bij mensen. Mm. Dus absoluut. Ja, toch? Wat is... dus dat je zegt van... Een van je problemen waren dat je ook in een band wilde spelen. Waar lopen jeugdige voetballers nu tegenaan als je om je heen kijkt? Ik ben er natuurlijk niet heel dicht op. Maar social media natuurlijk is een van de factoren. Hey, je kan nu, in mijn tijd had je geen social media natuurlijk. Op het manier hoe je het nu hebt. Is dat niet op partypiece? Ik zat op partypiece, maar je had het niet op een mobiel. Je had Hives ook niet op een mobiel, weet je. En dat was toen nog niet per se echt met, weet je, van hoe het nu is. Met likes en engagement. Ik denk in deze tijd, er worden... Ja, vroeger als je met je Ajax-training sprak door die buurt liep, kreeg je al veer in je reet. Maar ik denk dat je nu echt elke seconde van de dag veer in je reet krijgt. Precies. En ik kan me voorstellen dat het best afleidt van reality natuurlijk.
Ja, heel veel van die jongens bijvoorbeeld kunnen al viral gaan in de jeugd. Weet je, als ze bijvoorbeeld iets tofs doen. Of een toffe wedstrijd neerzetten. En vroeger kreeg je pas echt die airtime als je het eerste bereikte. Weet je? Dus dat is denk ik het verschil waar soms misschien jeugdspelers misschien net even verkeerd op kunnen gaan. Ze komen op 4-3 met een goal en denken van, I made it. Ja, weet je. Dus, ja, ik heb er nooit over nagedacht, man. Dus dat is denk ik het grootste verschil met vroeger. Ja. Wat ik ook zie is dat je clips zijn heel belangrijk voor jou. Je gaat echt all out met je clips. Mm. Waar komt die visie vandaan? En met wie werk je? Met Kayo. Met Kayo, oké, cool. Ja. Nice. Ja, shout out naar Kayo. Ja, nee, ik denk in dit geval, laten we voorop stellen, ik denk de sound van mijn album en over het algemeen überhaupt, kijk, ik heb nog niet per se een muzikale fanbase, dus ik weet dat ik daar nu aan moet gaan werken en willen mensen mijn muziek checken of niet, weet je, dat zal nu nog waarschijnlijk in het midden zijn, maar ik wil er wel voor zorgen dat ik inderdaad gewoon iets maak en doe waar ik 100% achter sta, dus in principe, mijn intentie is in eerste instantie niet per se om geld ermee te gaan verdienen, weet je. Dus ik wil gewoon echt iets tofs neerzetten waar ik later nog steeds op terugkijk. Van, hey, weet toch, dat was tof en ik ben nog steeds daar trots op. En dat is inderdaad ook voor de visuals, weet je. Je wilt gewoon iets uitbrengen wat dicht bij jou staat. Ja. Nou, met de eerste video was het eigenlijk nog een soort van spannend van, oké, hoe gaan mensen reageren als ik nu mijn eerste single release. Ze hebben bewust voor die popstar concept gekozen. Mm. Je hebt zelf al Mari gestrekt voor die clip? Ja, dat ik niet de artiest uithang in die clip, mijn eerste clip. Ik was toen ook nog in een fase dat ik natuurlijk meeging naar het EK. Dus ik wilde het laatste wat ik wilde is dat er in de media kwam van dat ik me niet met voetbal bezig hield. En daardoor ook dus, hè, als je kan heugen, dat stukje in het begin van die clip waar ik aan het trainen ben. En zeg van, nee man, ik kan die clip niet doen. Ik moet me concentreren. Je weet toch? Dus daar is die concept eigenlijk vanuit ontstaan. En met die tweede clip voelde ik me wel verplicht natuurlijk. Als je met die mannen een song hebt. Ja. Om gewoon iets tofs neer te zetten. En ik wilde iets volwassens, iets tofs wat dicht bij me staat uitbeelden. Ja. Ja, toch? Tof. Ja. Wat kunnen we van je allemaal verwachten? Is het autobiografisch, story van jezelf? Ja. Wat kan je al weggeven qua producers, featurings? Ja. In principe, Distortion heeft mijn hele album geproduceerd. Oké, dat is een blessing, man. Ja, absoluut. Shout out naar Distortion. Hij heeft het hele album geproduceerd. Adje heeft me meegeholpen. Weet je, het schrijfproces, daar is Adje natuurlijk fantastisch in. Althans, hij schrijft niet, maar het formuleren op een track, weet je, daar heeft hij me meegeholpen. Die hele sessies waar we op een gegeven moment diep in gingen, weet je, praten en maar hoe kunnen we het beste, weet je? Dus heeft een fucking goed oor voor... Absoluut, ja, man. Absoluut. Dus dat was gewoon een blessing om met die twee, weet je, dat hun me geholpen hebben om gewoon iets tof neer te zetten. En wat kan je verwachten? Inderdaad, het is eigenlijk gewoon mijn waarheid. Het is gewoon, het is niet per se zo typisch wat je in hip-hop hebt. Het stoer willen doen of opscheppen of whatever. Het is echt gewoon puur verhalen van vroeger tot midden tot recent. Ja. Natuurlijk kan ik niet alles in één keer op een plaat uitbrengen. Dus als dit project uiteindelijk goed verloopt is, dan misschien in de toekomst dat we nog een tweede project gaan doen. Maar ik denk dat het eerste project al wel heel veel toffe anekdotes en quotes de wereld in gaat. Ik ben benieuwd, man. Ja. Ik ben echt benieuwd. Ja. Ga je horen op de streets houden voor signings? Wil je die ambitie om het label uit te breiden? Ja, ik heb wel die ambitie. Nogmaals, met mijn ervaring weet ik dat ik uiteindelijk... zolang ik voetbal heb, zijn er gewoon mensen nodig die ik op de grond heb... die eventueel voor mij de juiste dingen kunnen doen. En dat is die mensen vinden
is natuurlijk niet altijd makkelijk. Want er moet een bepaalde vertrouwensband uiteindelijk ontstaan natuurlijk. Als ik helemaal hier zit en mensen, bij spreken in Nederland, voor me opereren. Maar als ik stop met voetbal, dan is dat wel iets waar ik mijn handen ook aan het wil maken natuurlijk. Ja, toch? Ja. Mooi, man. Ja. Wanneer is muziek geluk voor jou? Wanneer is muziek geluk voor mij? Ja. Goeie vraag is dat. ja, ik denk dat velen misschien zouden antwoorden... ja, wanneer je, weet ik veel, 1 miljoen streams of 10 miljoen streams... en dan is het considered a success. Nee, ik denk misschien... gewoon de appreciation, de erkenning. Of het nou van fans zijn of mensen in de muziekindustrie... die gewoon zeggen van, hey, yo, Sam, ik had niet verwacht. Ja, toch? Tof, ja. Weet je toch? Dus ik denk dat dat voor mij prima is. Ja, toch? Ja, ja. Weet je, dus dat is voor mij voldoening. Ja, toch? Ja, man. Zouden we ooit een tune kunnen verwachten van alle voetballers op een track? Want... Daar is vaak aan geprobeerd. Als jullie een cijfer zouden kicken, jij, Memphis, yeah. Quincy en ik hoor, yeah, ook Justin Kluivert rapt, okay. Noah Lang rapt. Okay. Dus ik heb gehoord dat Steven Bergwijn ook ergens een tune okay. heeft liggen. Dus yeah. ik denk van, als jullie één keer een cijfer, gewoon voor de coach, man, fuck yeah. it. Ja, je hebt ook nog veel OG's hoor, Fernand Anita. Fernand Anita, Leroy Ferre. Leroy Ferre heeft ook nog gerapt, ja. 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 Je hebt ook Priester die eigenlijk ook considered voetballer was. Priester, master ja. MC, man. Ja. Shit. Ja. Dus ja, nee, je hebt veel voetballers die het leuk vinden. Ik ga het proberen te laten lukken, man. Een cijfer met alleen maar Nederlandse voetballers. Maar dat zou gek zijn. Dat zou gek zijn. Misschien voor Complex. Hey! Ja, mag ik dat zeggen? Ja, man. Ja, man. Bro, thanks voor je tijd, man. Ja, man. Jij ook, man. Ik ben heel erg benieuwd naar je album. Ja. Echt ja. benieuwd. Want ja. Het is een biografie eigenlijk in muzikale vorm. Ja. En de mensen gaan het in de gaten houden, man. Ja. Misschien kan ik heb mijn studio hierin, dus misschien kan ik jou... aan blast. Ja, toch? Dames en heren, jongens en meisjes. Dankjewel voor het kijken. Hou Rijn in de gaten. Ja, en live vanuit Istanbul, man. We out. Thank you. Cheers. Boom. Yes.